Hi, my brother. Hoe is dat met u? Nou, ja, goedenavond Suriname, met mij. Met mezelf, naar omstandigheden. Aan de ene kant kan ik zeggen goed, met mijn gezondheid, maar als Surinamer niet goed. Anders zou ik niet hier zijn. Okay. Snap je? Ik heb moeite ermee dat mijn broeder Pakito nog steeds niet is vrijgelaten in Tegeriliemen, die meneer overgebracht naar Santo Boma. Anyway, alles daaromheen. Men probeert die meneer zo vreselijk te criminaliseren. Hetzelfde heb ik zelfs ook meegemaakt met allerlei leugenachtige toestanden die men dus in jouw, eigenlijk die aangifte verwerkt en allerlei dingen. Weet je, alsof meneer Pakito, en dan spreek ik, wat gebeurt is niet goed, maar moet meneer Pakito daarvoor verantwoordelijk worden gesteld? Nou, want dan kan ik in één adem zeggen dat ik de regering, de huidige regering, verantwoordelijk stel voor het wanbeleid dat tot nu toe gevoerd is, toch? Ik bedoel, gaan we niet eens een keertje kunnen leren? Want je wil toch een leider zijn? En als je een leider zijn, wil zijn, heb ik geleerd dat de leider onder alle omstandigheden een leider moet tonen. En dat heb ik gemist afgelopen vrijdag. Want waarom is de president wel gaan praten met de ondernemers? Volgens mij was het eergisteren. Ja toch? Eergisteren is hij wel in de Domineestraat geweest. Daar is met de ondernemers gaan praten. Daar heb ik niks tegen de ondernemers. Absoluut niet. Maar waarom ben je ook niet komen praten met het simpele volk? Dat vroeg, bijna smeekte men dat je kon praten met ze. En dat denk ik, dat er ook veel was voorkomen. Want het is de toon die de muziek maakt. Als jij, weet je, de mensen zijn daar, de mensen zijn verhit. Maar als leider van het land, je zegt zelfs, jij bent de vader van het land. Juna Pava Konre. Ga je zo om met je kinderen? Dat je dus instructies geeft dat er met scherp geschoten moet worden. Al dat soort dingen. Meneer, als we grappen maken, laten we grappen maken. Want weet u wat mij vreselijk stoort? Het zijn juist de grootste democraten. Ja, de mensen hebben altijd gedaan alsof zij de geweldigste democraten waren. Toch? Constant hoorde je wet en recht en law en order en er is geen democratie in het land. En bla bla bla. Tijdens de vorige regering of vorige regeringen. Ja. En nu ontpoppen die mannen zich al 2 jaar en ongeveer 8 maanden als de grootste dictators die Suriname ooit gekend heeft. En dat is mijn probleem. Oké, maar wat verwacht je dat Pakito binnenkort vrijkomt of dat het heel lang gaat? Ik heb geloof in recht en waarheid toch, dat hem vrij zal maken. Toch, vandaar dat ik eerder op de avond het woord heb gewezen van de leugen kan het nooit winnen van de waarheid. Maar het is gewoon een, weet je, nu is het een schijndemocratie waarin we nu leven. Gelooft u me, mij heeft het gewoon verpakt. Het zijn gewoon gasten die al die tijd toen ze bij mensen huis aan huis gingen, toch, in de opmars naar 2020 van de vorige verkiezingen of de afgelopen verkiezingen, toen ging men wel lekker gehuld in een schapenvacht op de mensen af. Nadat men heeft gewonnen en een regering had gevormd, goed, goed, goed. Want de wil van het volk is 20 om 16, men heeft iets anders in elkaar getimmerd. Wat nu absoluut ongeschikt blijkt te zijn voor dit land. En dan ziet u wat er gebeurt. Iedereen is eigenlijk bezig in rap tempo zichzelf te verrijken. Het friends and family beleid, wat men afkeurde van de vorige regering. Nou, ik keurde het zo af. Dat heeft mij juist, doet mij juist 10 tot 20 of zelfs bijna 100 malen erger. En wanneer je erover praat vandaag aan de dag niet meer, dan word je voor alles en nog wat, voor het kleinst, minste en geringste, word je opgepakt, opgesloten, gecriminaliseerd en al dat soort dingen. En ik vind dat een krachtig signaal door de juristen, door de mensen die het beter weten dan ik, toch? Gegeven moet worden, men moet brieven schrijven naar de ambassades, de verschillende organisaties zoals de OAS en al dat soort zaken, de Interparlementaire Unie. Laat mij gewoon weten wat er in Suriname gebeurt, want de huidige regering verkoopt alles in het buitenland alsof het een paar NDP'ers zijn. Ja, mensen die niet van ze houden, toch? Want je moet kijken, zodra mensen gewoon eerlijke kritiek hebben, dan gaat men gelijk kijken naar je kleur. Ik ervaar het omdat ik het weet. Ik ervaar het al 2 jaar en 8 maanden. Die harteloosheid, die haatzaaierij. Meneer, je wordt gewoon in een hoek geplaatst. Als men ontneemt je baan, men onthoudt je van je salaris. Meneer, allerlei zaken. U wil niet weten. Oké. Gaat het
Wat gaat het ook met Abdul Salam? Zijn de mensen daar bij hem geweest en bij Papito? Weet u dat? Dus ik weet er niet zoveel van, maar ik hoop dat in het verlengde meneer Welzijn en meneer Abdul Rahman ook meegenomen worden. Want tot nu toe wat ik begrepen heb, zijn het alleen maar gefabriceerde leugens waarmee men de mensen heeft opgepakt. Hetzelfde dat mij ook is overkomen, toch? Ja? Dus, meneer, we moeten niet in angst leven om te praten hier in het land, want dat is één ding dat deze man nou constant in problemen zal zetten dan. Maar ik weiger mijn mond te houden voor de mensen die steeds anderen uitmaken. Voor dictators en al dat soort zaken en machthebbers en weet ik veel. Ja. Nu ontpoppen de mensen zich tot allerlei figuren. Ja, toch? Psychopaten en allerlei dingen. Je moet kijken, mensen die alleen maar aan zichzelf denken. Allerlei narcistische gedragingen en nee, meneer. We leven niet meer in de tijd van Hitler en Mussolini, hoor. Okay. Dan nog een vraag. Wat is de verwachting van deze krutu? Zal het nog maar zijn in de toekomst? Nou, ik denk dat met de beste, allerbeste willen die ik hier vanavond heb gemerkt, dat de mensen, want we moeten ervoor waken dat wij niet gecriminaliseerd worden als een bende die, weet je, mensen wil aanzetten tot roven en zo. Je ziet wat men gedaan heeft. Men heeft al de mensen die een beetje mensen hadden opgeroepen, gecriminaliseerd. Hè? Ja. Hij heeft de mensen opgepakt en allerlei dingen. Andere mensen waren eigenlijk niet eens bij. Ze hebben deze mensen opgeroepen. Snap je? Maar dat is het schrik-effect dat men teweeg wil brengen. En ik ben blij dat ik gemerkt heb dat de mensen hier in grotere talen aanwezig waren. U wil Sibrano als u... Ja, meneer Sibrano, PK ook. Dat is ook een van de grote strijders. Misschien vanwege andere zaken kon hij hier niet bij zijn, maar de boodschap gaat hem zeker bereiken. Weet u, het zijn allemaal mensen die zich echt inzetten, ieder op zijn of haar manier. En daarom ben ik blij dat we nu echt een hechte band gaan vormen om gewoon samen te werken. Okay. Ja, want samen ben je altijd sterk. Ik hoef niet deel te maken van de kopgroep of zo, want broer, ik ben ook niet de jongste meer. Maar wanneer het gaat om mij. Ja, snap je? Weet je maar omdat ik weet dat het een goed initiatief is, ja? Ben ik de mensen wel komen ondersteunen. Okay. Snap je? En overal waar ik kan ondersteunen, ga ik die ondersteuning blijven bieden. Oké, dank u wel. Hele fijne avond. Ja, dank u. Ja, u hoeft gehoord.